Hoe Biggie ben jij nu daar, man? Hoe kan jij nog een beetje normaal over straat lopen? Ben jij... Of ben je Marco Bassato vandaan? Ben jij de Marco Bassato vandaan? Hoe zit dat? De FunX Music Awards. Laat je horen van Murda! Echt tof dat je er bent. Ja, thank you for having me. Dank je wel. Welkom in de studio. Ik ga meteen een confession maken, man. Ik ben echt blij dat je in de studio bent. Want ik vind dat afgelopen jaar heb je het zo goed gedaan. En we hebben het er vaak over gehad. Dat ik echt dacht van, hey, Murda. Ik wil even voor je klappen, man. Dankjewel. Even serieus, dankjewel. Je bent Turkije. Ja, ik weet niet. Je hebt een soort van, je weet toch als je zeg maar je roots kunt terugvinden. Yeah. En je roots kan uitvergroten. Yeah, en het is gewoon, en het werkt. Dat is wat er gebeurd is. Het is sowieso gewoon een major blessing dat dit allemaal kan. Ik bedoel, ik doe dit al een tijdje, weet je. Al langer dan 10 jaar. Ja. Dus dat dit dan in deze fase van mijn carrière, dat ik zo'n glow-up kan meemaken. Dat is, ik kan alleen maar waardering tonen voor alles en iedereen die dat mogelijk maakt, weet je. Nou, en die waardering die krijg je zelf natuurlijk ook terug. Dat is ook te zien in het feit dat je genomineerd bent in de categorie Best Song. Ja, major love naar alle luisteraars, naar FunX. Gefeliciteerd nogmaals. Ja, dankjewel. Het is wel leuk, want ja, je bent hier natuurlijk niet alleen voor de gezelligheid. Je hoopt natuurlijk uiteindelijk ook die award vanavond mee naar huis zeker, te kunnen nemen. Ja, zeker, natuurlijk, man. Misschien wel eventjes leuk om te benoemen is dat je in diezelfde categorie gaat strijden tegen Bilal Wahib, Busy, Video Vixen, Boeven de Media, Tout est bon, Jongelie en Frenna, Wat is je naam, Yo Silvio, Waarom zoeken naar liefde? Het zijn stuk voor stuk grote hits geweest afgelopen jaar. Zeker, zeker. Het is een pittige strijd, man. Het is een pittige strijd, man. Zeker weten, zeker. Hoe groot schat je je kans in? Even serieus. Dat publiek bepaalt, weet je. Dus we gaan het zien, man. Ik denk dat... het feit dat we allemaal in dat lijstje staan geeft al aan dat we allemaal gewoon sowieso kansen hebben. Maar het zijn ook shout-out naar alle mede-genomineerden. Het zijn allemaal grote liedjes, weet je. Dus may the best man or woman or man and woman win, weet je. Spannend, man. Ja, heel spannend inderdaad. En Aya, de track die ook genomineerd is en waar je dus misschien een award vanavond mee gaat pakken. Die heb je in samenwerking gemaakt met een hele bekende Turkse rapper, Ezel. Ja. En eigenlijk is dat hetgene wat ervoor heeft gezorgd dat jouw carrière in Turkije is gaan ontploffen? Ja, hij heeft zeg maar... hij checkte mijn muziek al sinds 2008 of zo, 2009. Alleen, we wisten niet van elkaar. En toen we van elkaar, zeg maar, toen we ineens allebei woke waren van elkaar, weet je. Ja. Toen gingen we gewoon, gewoon ontstond er ook een vriendschap. En we hebben in dezelfde plekken gewoond. En heel veel dingen delen we met elkaar. Veel raakvlakken, daar gaat het al snel. Dus die klik ontstond heel snel. En we maakten gewoon een paar liedjes. En na een paar liedjes werden dat meer liedjes. En een album. Toen, dachten we gewoon, laten we een album maken. Ja. Dus, maar hij is zeg maar inderdaad, hij heeft super zelf op een soort van... Ja, gewoon zijn podium helemaal opengezet voor ons. Zo van, yo, kom man. Kom erbij. Share this stage with me, weet je. Dus ik, ook hij man, grote man. Niet iedereen kan dat, weet je. Maar jullie hebben wel een beetje die rap game in Turkije gewoon gekant, dat heb ik het idee. En ik vraag me ook af, hoe Biggie ben jij nu daar, man? Hoe kan jij nog een beetje normaal over straat lopen? Ben jij... Of ben je Marco Bassato vandaan? Ben jij de Marco Bassato vandaan? Hoe zit dat? Ja, die grote speler. Vrouwen die achter je aanrennen, foto's maken, gillen. Het is wel, het is zeg maar een soort mooie balans tussenin, zeg maar. Dus ik hou ervan sowieso om tussen de mensen te zijn. Ja. I like people's person, always, weet je. Mm-hmm. Dus, maar het is inderdaad, het kan wel soms heel overwhelming worden, man. Ja, dat kan ik me heel, heel goed begrijpen. Ja, maar wel en mooi, voorstellen. Man. Ja, het is gewoon super vet, denk ik, uiteindelijk. Ja, hoe zie je vanavond voor je? Het wordt natuurlijk iets anders. Het is niet meer zo dat we een groot feest gaan maken. Of zie je het nog wel stiekem als een feestje vanavond? Nou ja, voor mij is het, kijk, FunX been showing me love. Sinds day one, weet je. Dus dat ik nu een nominatie heb en dat ik hier mag optreden, dat is al een eer op zichzelf. Dus weet je, we gonna have fun. Hoe dan ook, snap je? Voor de mensen thuis, voor iedereen die hier wel aanwezig is. We gonna have a good time en gewoon dat. Ik heb er zin in. Hartstikke mooi. Wij hebben er ook ontzettend veel zin in. The FunX Music Awards.